lieve mensen, ik ben Thomas en vandaag ga ik één dag alleen maar mini-voedsel eten. We zijn natuurlijk gewend dat voedsel één bepaald formaat heeft. Maar lukt het ook om van bekende gerechten hele kleine mini-versies te vinden en hier 24 uur van te overleven? Ik ga het vandaag voor jullie testen. Ik hoop dat het gaat lukken. Heb je heel erg veel zin in deze video? Doe eventjes een duimpje omhoog. Bij de 22.000 duimpjes spreek ik met jullie af dat ik één dag in plaats van heel klein, extreem groot voedsel ga eten. Laten we zoektocht beginnen naar een mini ontbijtje. Terwijl ik mega trek heb. Ja. Ik denk dat we maar gewoon weer in alle kasten moeten gaan zoeken of er ergens een mini ontbijtje ligt. Normaal gesproken eet ik 's ochtends gewoon een boterham met pindakaas of kipfilet. Dus ik moet eigenlijk op zoek gaan naar een mini boterham. En dit is dus echt veel te groot. Verder is alles hier van normaal formaat. Wat gek. Ook in de koelkast ga ik deze keer niet ver komen. Ik denk dat dit vandaag geen ontbijtje wordt voor mij. Dus laten we naar de welbekende plek gaan waar ik bijna elke video tegenwoordig kom. De supermarkt. Ondertussen sta ik weer voor de supermarkt en laten we dus op zoek gaan naar een ontbijtje. En laten we ook eens gaan kijken wat er allemaal beschikbaar is in de supermarkt aan mini producten. Voordat we naar binnen gaan wil ik even een shout-out doen naar mijn nieuwe schoenen. Check hoe vet dit is. Ik ben hier helemaal trots op. Alleen ze zijn zo wit dat zelfs mijn sok nu niet meer wit is. En ja jongens, ik had mijn sokken wel gewassen. Zo, dat is heel veel blauw ineens in beeld, maar ik ben het nog steeds hoor. Laten we eerst op zoek gaan naar kleine broodjes. Deze zijn wel heel erg klein. Ik vind dit wel mini broodjes. Check hoe klein deze donuts zijn. Mini worstenbroodjes. Nou, die nemen we ook mee. Mini knakworstjes. Mini stroopwafels. Nou jongens, het gaat echt heel goed. Ik heb heel veel mini snoep gevonden. Veel te veel eigenlijk. Mini smeerlevenworst. Ik heb echt veel meer gevonden dan ik eigenlijk verwacht had te vinden. De komende uren ben ik wel voorzien van eten, dus laten we heel snel naar huis gaan voor een ontbijtje. Eindelijk. Ik breek eventjes in, want ik heb een hele belangrijke vraag voor jullie. Ik heb namelijk jullie hulp nodig. Voor de mensen die het gemist hebben, 21 september komt ons boek uit. De avonturen van Rutger, Thomas en Paco de Hond. Het wordt echt super vet. Ik kan niet wachten om het met jullie te delen. Niet alleen wij gaan bepalen hoe het boek eruit ziet, maar jullie mogen mee bepalen. Ik heb namelijk outfit, keuze, stress en jullie mogen gaan bepalen hoe mijn outfit eruit gaat zien in een boek. In het verhaal en op de cover van het boek draag ik een baseballjack, maar welke kleur moet dit jack zijn? Moet het een zwart jack worden? Moet het een rood jack worden? Of moet het een blauw jack worden? Laat hier beneden in de reacties weten welke jouw favoriet is. En de meest gekozen, die gaat het worden. En die komt dus gewoon op de koffer. Daar ligt het dan, mijn mini ontbijtje in de oven. Het wordt een perfect ontbijtje, maar ik denk niet dat het genoeg gaat vullen. Nou, daar ligt het dan, mijn mini ontbijtje. Een mini croissant met een mini broodje en een mini worstenbroodje. En hier gaan we natuurlijk een mini beetje smeerlever op smeren. Ik heb nog nooit zo'n verpakking opengemaakt. Ik heb ook geen idee hoe ik dat moet gaan doen. Er zit wel een soort klippertje bij, dus ik denk dat je het zo eraf kan trekken op een of andere manier. Ja, we gaan hem gewoon door het midden snijden hoor, ik ben er klaar mee. Oh, heel mijn croissant valt uit elkaar. Daar mag wel een beetje hagelslag op. Ik heb natuurlijk wel mini eten, maar ik vind dat ik op gebied van drinken het ook mini moet gaan aanpakken vandaag. Dus daarom heb ik deze mini wet cup. Laten we er wat melk in doen. Het is niet veel. Dan zou ik zeggen, smakelijk eten. Cheers. Er is niks lekkerder dan een echt Brabants worstenbroodje. Ik heb heerlijk gegeten en dan is het nu tijd om te gaan vertrekken naar de sportschool. Want ik heb namelijk afgesproken met mijn personal trainer Gino. We gaan vandaag samen trainen en ik heb er extra veel zin in. Want sinds gisteren zijn de sportscholen weer open. Maar voordat we vertrekken zou ik zeggen, check hier beneden even of je al op de abonneerbutton hebt gedrukt. Ik blijf het elke video zeggen, maar ik zeg het met een reden. Meer dan de helft van de mensen die mijn video's kijken is nog niet geabonneerd. Dus zorg dat je op die abonneerbutton drukt. En natuurlijk een belletje om te hoog te blijven van elke nieuwe video. Alleen op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat we heel snel de 700.000 abonnees gaan halen. Ondertussen heb ik me omgekleed, alleen ik zit me te bedenken, ik heb een veel te lege maag om heel hard te gaan trainen in de gym. Dus laten we een tussenstop maken onderweg naar de gym. En laten we het hier niet over hebben met mijn trainer Gino, want ik had zojuist afgesproken dat we gingen droog trainen. En dat gaat nu gelijk mislukken. Oké, je krijgt 3 seconden om te raden waar ik ben. Laat het weten in de reacties. 1, 2,
En 3. Inderdaad, de McDonald's. Ik denk dat iedereen ze wel kent. De McDonald's cookies. Je hebt ze in chocolade en andere smaken. Maar ik heb dus gehoord uit hele betrouwbare bronnen. Google, niet doorvertellen. Dat er ook mini American cookies zijn. Dus ik dacht, weet je, laten we ze gewoon gaan testen. Ja hoor, kijk, dit zijn de grote. En dan heb je hier de mini. Oh ja, we gaan natuurlijk voor double chocolate. Ik heb ze, jongens. Ik ben heel benieuwd of ze ook precies hetzelfde smaken. Waarschijnlijk wel. Ze zijn wel iets minder mini dan hoe ik het voorgesteld had. De mini American cookies. Nou, als je ze vergelijkt met mijn hoofd, zijn ze inderdaad best klein. En ze zijn een heel stuk kleiner dan de origineel. En ze heten mini, dus ik keur het goed voor vandaag. En nu keur ik ze extra goed. Ik ben alleen een half uur te vroeg voor mijn training. Dus ik dacht, dit is een goed excuus om jullie kennis te laten maken met mijn nieuwe obsessie. Ik zit namelijk de laatste tijd heel veel te gamen in mijn auto. Kijk, hier heb je dus dat scherm van Tesla. En als je hier naartoe gaat, en dan naar entertainment, dan heb je hier dus allemaal spelletjes die je kunt spelen. Welke ik tot nu toe het leukste vind, is toch wel deze. Beach Buggy Racing 2. En het grappige is dat je dat dus ook echt doet met je eigen stuur, terwijl je stilstaat. Dus ik moet straks mijn gas pedaal indrukken en mijn stuur bewegen om te kunnen racen op dit scherm. Oké, dit is lastiger dan wat ik dacht. Oh, ja, bijna. Links, 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 links. Oh, dat was weer een bloempot. Ja. Wees gerust, buiten deze game om gaat het rijden best wel goed. En dan zijn we weer, jongens, in de sportschool. Ik moet nog wel even wennen. Maar kijk eens wie hier ook is. Gino. Zo lang geleden. De man die denkt dat ik heel gezond eet heel de dag. Ja, ik kijk ook je video's, hè, dus voor mij is het geen verrassing. Als je gaat sporten is het natuurlijk belangrijk om goed te drinken, dus ik heb mijn kleine bekertje meegenomen. Laten we even wat gaan drinken eerst. Nee, genoeg is het niet, maar ja, we moeten het ermee doen. Laten we gaan trainen. De training zit erop. Ik ben echt helemaal gesloopt. Mijn benen die trillen gewoon van deze leg day. We hebben 72 minuten getraind en 647,48 calorieën verbrand. Hoppakee. Thanks Gino voor het afmatten. Ik ben ondertussen weer thuis en na zo'n zware training heb ik echt gigantisch honger. Maar ja, we mogen nog steeds alleen maar mini-voedsel eten. En gelukkig had ik hier vanmorgen al een klein beetje rekening mee gehouden tijdens het boodschappen doen, want kijk wat ik heb meegenomen. Mijn gigantische pizza staat al in de oven. Volgens mij hoorde ik mijn buik knorren. Of onweer het buiten, dat kan ook. Mijn gigantische pizza, jongens. Ik ga maar gewoon eten, denk ik. Oh, en de helft ligt er natuurlijk weer naast, zoals het niet zou zijn. Hij is lekker, maar het is erg weinig. Het is maar één dag, ik moet het volhouden. Ondertussen heb ik heerlijk gedoucht en ben ik weer helemaal fris en fruitig. En ik hoorde net ook iemand thuiskomen. Daar is hij hoor, the one and only. Hallo. Rutger. Ik voel dat er iets aan gaat komen. Nou, vaak is dat zo, maar deze keer niet. Oh, gelukkig. Want ik wilde vragen of je net als ik ook trek hebt in koffie. Altijd. Oké, dan ga ik naar de Starbucks en ga ik daar kijken of ik voor jou een normale koffie kan halen. En of ze voor mij misschien iets in het klein willen maken. Nou, dat vind ik nou echt een leuk idee. Ik hoop dat ze iets voor mij hebben. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ondertussen ben ik bij de Starbucks. En ik denk dat ik gewoon een espresso ga bestellen. Voor de mensen die het niet weten, een espresso is meestal een heel klein beetje koffie, maar net een stuk sterker dan een normale koffie. En omdat het een heel klein beetje is, schenken ze die meestal in hele kleine Starbucks bekers. Dus ik hoop dat ze die hebben, want dan passen ze perfect bij deze challenge. Ik weet niet of jullie het horen, maar ondertussen wordt mijn espresso klaargemaakt en een grote cappuccino voor Rutger. Het verschil moet er zijn. Een kleine en een grote koffie. Nou, alsjeblieft. Wow, ik hoef hierna denk ik nooit meer te drinken. Ik vind het wel een klein beetje zielig voor mij. Ja, het is wel een erg kleine koffie zo. Ja, maar cheers, hè? Proost. Ja, Paco, koffie is niet voor hondjes, hoor. Nee. Maar wat ik aan jou wilde vragen, heb je zin in iets lekkers naast de koffie? Nou, altijd. Ik heb namelijk voor Rutger een grote KitKat. Dit is dus de normale KitKat, maar kijk, hier heb je KitKat Mini. Dus ik ben heel benieuwd hoe mini ze ook werkelijk zijn. Ja, die is inderdaad heel mini. En nee, dat is niet voor hondjes, Paco. Jij krijgt al genoeg snoepjes de hele dag. Cheers. Kun je je voorstellen dat ik de hele dag al best wel honger heb? Zo, dit is een hele sterke koffie, jongens. Bereid je voor op heel veel energie van mij straks. Zelf. Ik merk wel dat ik echt heel weinig gegeten heb vandaag en ik vind dat een goed excuus om even door te snoepen. Ik heb namelijk enorme zin in Oreo's. Maar ja, deze Oreo's zijn natuurlijk te groot, maar daar heb ik een oplossing voor. Ik heb hier mini Oreo's.
Als je hem zo zou zien, zou je misschien niet doorhebben dat hij heel klein is. Maar als ik hem hiernaast leg, dan zie je wel duidelijk dat het een mini Oreo is. Ja, en het smaakt gewoon hetzelfde. Wat een rare opening om met het mes hier te gaan staan. Doe eens even weg. Gaan we koken? Ik zou zeggen, geniet van deze beelden. Dit ga je niet vaker zien, Thomas en Rutger samen in de keuken. Dit is namelijk niet mijn domein, maar Rutgers domein. Dit is mijn domein. Je bent hier te gast. Het is heel eng als je dat zegt terwijl je zo aan het snijden bent. Maar goed, wij krijgen zo meteen visite. Want vanavond is het tweede halve finale van het Songfestival. Ja, ja. En die gaan we samen... Wat is er allemaal geluid te maken tussendoor? Rutger gaat hamburgers maken, maar niet voor mij. Ja, ik ga mijn eigen hamburger maken, want ik heb een mini hamburger en de rest heeft allemaal een normale grote hamburger. Het ziet er nu heel vies uit, maar het wordt lekker hoor, geloof me. Ik vind dit wel een mini hamburger. En hier is de visite, Sarah en Tom. Hallo. Goedenavond. En sorry dat we nog niet klaar zijn. Ja, het komt eraan, boys. Ondertussen ben ik nog heel druk bezig met mijn hamburger. Het wordt echt geweldig. Kijk, het ziet er toch top uit, deze hamburger. Volgens mij wil Paco eigenlijk ook, hè? Maar jij krijgt zelfs ander voer. Kijk, deze heerlijke grote burgers. XXL. Dit is mijn burger. Ik heb wel een klein beetje zelfmedelijden nu. Ja, je mag het wel zeggen, vind ik. Eet smakelijk, jongens. Eet smakelijk. Ik zal anders extra langzaam eten, dan doe ik er wat langer mee. En zijn jullie klaar voor het Songfestival? Ja! Akko ook zo te zien. Nou, Brillemans is er ook nog steeds. Ik heb er ook zin in, maar bij het Songfestival hoort natuurlijk een tafel vol met lekkere snacks. Natuurlijk heb ik dit goed voorbereid, want ik ga niet het Songfestival kijken zonder lekkere snacks. En ik wil nog steeds dat mijn 1 dag mini voedsel challenge gaat slagen. Dus ik heb het volgende geregeld. Dit zijn de snacks voor Rutger en Sarah. Een grote Tony, stroopwafels en heerlijke donuts. Nou vraag je vast af wat mijn snacks zijn. Nou, hier komt het. Akko is ook heel nieuwsgierig zo te zien. Dat tommetje. Dit zijn mijn snacks. Precies hetzelfde, maar dan in mini-versie. Ik heb hier kleine Tony Chocoloni, kleine donuts en hele kleine stroopwafels. Nou, helemaal top dit. Oh, mijn moeder is hier nu, hè, jongens. Mijn moeder zit nu in de zaal. Mama, ik gun het je. Maar ik ben wel jaloers. Gelukkig hebben wij de eerste halve finale live kunnen meemaken afgelopen dinsdag. Maar het is ook wel leuk om thuis te kijken. Met Sarah. Ik wil zeggen, ik was er dinsdag niet bij hoor. Daar links zit de moeder van Rutger. Ja hoor, het begint jongens. Kijk hoe vet deze zaal ook is. Ondertussen wachten wij op de uitslag. Kijk hoe schattig Paco hier al het al ligt. Het wordt een beetje laat voor de... Ja, ze is moe. Het is een paar uurtjes later. Het Songfestival is afgelopen. En wat vonden we ervan? Leuk! Griekenland is door en Zwitserland is door. Dat zijn tot nu toe wel mijn favorieten. Daar ben ik heel erg blij mee. En wanneer deze video online komt, weten jullie natuurlijk al wie er heeft gewonnen. Dan is het nu tijd voor mijn laatste snack voor vandaag. Mijn mini snack. En dat zijn mini Magnums natuurlijk. Ik kan even vertellen, ik ben echt heel erg blij dat er zoveel mini producten beschikbaar waren vandaag. Vonden jullie nou een leuke video? Doe natuurlijk eventjes dan dat duimpje omhoog. Dan ga ik nu heerlijk slapen en zie ik jullie gewoon volgende dinsdag weer met een splinter nieuwe video. Houdoei!